Oké, hashtag nacht van de Hallo jongens, welkom bij de gloednieuwe Just Jim Vlogs HDNL. Ik ben Alice Knol, dit is Berber Knol. Yeah. Hashtag nacht van de vluchteling, hashtag bananen, hashtag artiesten om die niemand geeft. We zijn nu nog heel blij. Hashtag 25 muesli regen. Nou, ik bedoel nou, sorry. Ik heb ook een vrouw. Ja. Oh, zij heeft de knop van je achternaam. Casper, ja. En zo knol is mijn oom. Serieus? Weet je dat niet? Nee. Ja, serieus? Iedereen weet dat. Maar oké. Okay. Dat is cool. Ja. Maar hij is wel heel raar. In het echt is hij ook heel raar als hij zo. Maar ja, is hij een oom of is hij een neef? Nou, eigenlijk is hij echt zo'n broer van mijn oom, zeg maar. Broer van mijn oom, zeg maar. Oh. Achterneef. Ja. Ja, nou oké. Doei mensen. We zijn momenteel aan de begonnen! Yes! En het ziet er heel vet uit, de lieden. Hier lampjes. Yay. En reflecterende vesten. Daar zijn we in de klas. Wacht, zo daar. Komt helemaal goed, joh. Hallo jongens, welkom bij Justin Vlogs HDNL. Yeah. Yeah. Ik ben Turk Groot aan het reizen. Ik hou even wachten, We zijn in de bijzondere wachtrij. We zijn al geïnterviewd. Ja, we zijn. Lauwens is geïnterviewd door AT5. Hallo. Oh, yay! Mavis is er. Mavis is er ook. Mavis ook bij. Yay! Yay. We zijn... Oh, jij mag gewoon meedoen met de vlog, hoor. Het is heel interessant. Mag ik erbij? Ja. Ja, nou dat. Hallo. We moeten nog fucking 15 kilometer. Yeah. Oh, 15 kilometer nog maar? Nog maar. Ja, ik voel me eigenlijk niet zo slecht. Casper is een beetje dood. In the middle of fucking nowhere. Oké, maar laten we stapje voor stapje denken. We moeten nog 3 kilometer tot... Oh, stapje voor stapje. Dus ongeveer 10.000. Casper is heel sexy. Slime squad. Olivia's voeten doen pijn. Maeve heeft een blaar. Casper's... Ja, ik voel het een beetje, maar ik doe het. Oké, ja, het is voor de zekerheid. Casper's been is naar de kloten. Berber voelt zich volgens mij best oké. Berber, voel je oké? Ja hoor. En Laurens is een beetje dood. Nee, ik ben gewoon... Baby is oké? Ja, ik ben weer oké. Ik ben nooit echt... Ja, je telefoon viel uit. Ja, mijn telefoon viel uit. Dan had ik geen muziek. Dat was echt kut. Maar nu ben ik naar Roxanne aan het luisteren. Roxanne. Hi jongens. Ik heb koorts. Olivia heeft koorts. Dus Olivia heeft haar moeder gebeld. Ja. En die komt Olivia ophalen. Laurens, die kan ook echt niet meer. Mijn voeten zijn anaal verkracht. Anaal verkracht. Casper is sowieso anaal Casper is echt heel sexy. Casper wil anaal verkracht. Maar ik heb woorden, kom op. Ik ga door. Misschien een slechtste idee van Casper ook. Nee, ik ook. Dat is echt nog geil. Ik heb nu Casper speeksel aan mijn hand. Ja, man, ja, die had het toch al in je mond. Oké, jongens. We zijn er weer. Deze keer met z'n tweeën. Omdat Laurens en Olivia die zijn afgehaakt, voor als je dat nog niet wist. En Berber en Maeve hebben ons een beetje geskipt. Moeten wij op Olivia na ons wachten. Dus nu zijn het er 2. Yay! Yay! En we moeten nog 3 kilometer of zo. 3,5. Dat is een beetje positief. Ja, ik ben positiever dan jij. Eigenlijk niet. Jawel. Ik ben realistisch. Ja, maar ik ben positief, dus dat betekent dat ik positiever ben dan realistisch. Dus ik ben positiever dan jij. Oké, maar dan ben je ook minder redelijk dan ik. Dan heb je ook minder snel gelijk. Nee, oké, dat is ook waar. Heb je ooit een discussie tussen ons gehoord? Natuurlijk heb ik minder snel gelijk.